ben hier gewoon in een wielerwedstrijd terechtgekomen. Ik weet niet wat, maar er is hier weer iets speciaals aan de hand. Nederlands. Dankjewel. Een stilo. Reclame voor de lancering van onze glasvezel. Snel. En donker, daarmee het licht en zo, die draadjes, dat was het. Glasvezel. Dat is allemaal glasvezel. Is dat mooi, hè? Kijk eens aan. Kijk, het lijkt glasvezel. Vooral vol, kijk, nog een glasvezeltje. Plechtig moment is aangebroken. Na jaren trouwe dienst zijn onze koffieautomaten vervangen door deze dingen. En we gaan nu voor het eerst een koffie eruit halen. Problem. Proberen, hè. Gaat dat rond houden zo? Dan zie je dat een bekertje staat. Dat gaat onderuit. Aha, ça marche. Niet veel beter als de vorige. Design Thinking Workshop. En de posters hangen hier allemaal al op. Van de dingen die we wel en niet moeten doen. En use hybrid brainstorming. Ik dacht dat we de klant centraal gingen zetten en nu staat die helemaal langs de buitenkant. Niet goed. Wat zeg je juist, Sasha? Dat is dan maar beter. Dat is keer, al dat werk wat wij gemaakt hebben. Je naar de glasvezel. Glasvezel. Het goede aan die glasvezel is, je hebt dat ook in allerlei kleurtjes. Kijk, hier staan we nu naast de bruine glasvezel. Toch heel mooi. Ik moet hier staan zo. Dat ding maakt ook soep. Die is wel lekker. Terwijl ik dacht, nee, god, blijf. Gaan we naar wassen, kijk. Ja. Dus mensen gaan het interessant vinden hoe jij mijn haar wast. Allee dan. Je kunt hier uw kapsel kiezen, maar het is precies alleen voor vrouwen. Komt het goed zo? Ja. Maar als ik bij de kapper zit, dan weet ik zo niet wat ik moet zeggen als ze vragen hoe moet het geknipt zijn. Ja. Dan denk ik altijd, ja, hoe moet ik dat nu uitleggen? Ja, maar dan is het goed, echt het zo. Voilà. En ik heb het dus gedaan met foto's, hè. Vond je dat goed? Ik vond dat heel goed. Like us on Facebook. Bij coiffeur Karel. Dag Glenn, waarom moeten de mensen bij coiffeur Karel hun haar komen laten knippen? Dat is de beste dan. Ja, ziet er goed uit. Dan gaan we dat met voorbeeld vergelijken. Wachtzaal bij de dokter, niet omdat ik mij niet goed voel, maar omdat ik niet meer goed hoor. Ik hoor de mensen niet meer goed als ze aan mijn linkeroor praten en ik dacht, ze spuiten dat uit zo, met een grote spuit. En ik heb thuis zo'n spuit liggen, dus ik wou dat doen. Maar Ingrid zei, nee jong, dat mocht je zelf niet doen. Wie weet wat je allemaal kapot maakt in je oor. Ga naar de dokter. Hier zit ik dus, hè. Ik wist dat niet, maar naar de dokter gaan, dat kost maar 4 euro. Kijk, ik heb nog een euro terug gehad. Ik heb geen stop in mijn oor, maar ik heb een doorverwijzing naar de neus, keel en oorarts gekregen. Dus wie weet binnenkort een keikcool oorapparaat. Wat eten we vandaag, Ingrid? Ossobuco. Wat is dat? Ossobuco. Ossobuco, kijk een keer. Kom eens hier, Laika, ik heb het voor jou. Schenkel. Dat is een relietje. Hup, is het weg, ze. Van mij. Ik moet hier presenteren in de San Marco Village.
in bomen. Dat is hier chic, man. Ik ga hier presenteren over videomarketing. En deze meneer hier heeft mij uit de nood geholpen. Want we hadden hier een kabeltje dat niet werkte. Daar was iemand op gaan staan. Die had dus effectief... Een letterman bij. En die heeft het opgelost, het werkt, kijk. Hoe ben ik beginnen vloggen? Ik ben beginnen vloggen doordat we in Proximus Move hebben we een aantal influencers uitgenodigd. En een van die influencers, dat was een vlogger. En die man heeft mij uitgelegd van kijk, eigenlijk is dat heel simpel. Wat je dagelijks doet, dat moet je filmen. Ik ben even nog de MacGyver gefixte sticker aan het filmen. Dat is wel grappig als je mijn motor ziet staan naast zo'n klein 125. De Next Step Service uitleg. Dus die feedbackformuliertjes neemt dat heel informeel. Het is gewoon een manier om je feedback te capturen. Ik ben hier op het afscheidsfeestje van Pascaline. What fuck? Klein probleem. Ik ben mijn schoenen vergeten op kantoor. Nu sta ik hier in mijn motto-boots. Het voordeel van zo ergens te moeten gaan spreken in de namiddag is dat je al je cadeauken wat je daar gekregen hebt hier terug kunt afgeven. Dus merci Christian voor de fles. Ik ga ze nu doorgeven. Hey Pascaline, kom als je samen met mij op de Proximus. Ja, blijf vormen. Je hebt dan Proximus, maar j'adore ma liberté. Chers collègues, bienvenue à tous. Dites merci à Pascaline. Kijk eens hoe mooi. Skyporn. Of zijn het chemtrails, dat kan ook. Ik zit hier dus een video te kijken en die daar, die had gezien dat ik aan het casten was. En die zit dus met haar gsm van achter het murken. Mijn video de hele tijd op pauze te zetten. En ik ben hier maar af van, wat is dat? Die video valt de hele tijd stil. Daar ze, die daar. Google Chromecast, dat werkt heel goed. Maar elk device dat met de Chromecast verbonden is, die kan dus de video die je afspeelt gaan bedienen. En los! Oké. Ja! Ik heb mijn kaas aan het eten en ik zie dat die stukjes kaas ziet, niet allemaal even groot zijn. Dus volgens mij hebben ze die expres een beetje groter en een beetje kleiner gesneden met de machine om een artisanale indruk te wekken. Ah, slimme marketeers. We zitten op restaurant en het is crisis. Olijven en een broodje, daar moeten we het hier mee doen. Hè. Als je op restaurant komt, vind ik, dan moet er altijd brood op tafel staan. Ik kan wel beginnen knabbelen. En wat dan? En wijn. En wijn. Dat ziet er weer goed uit, hè? Je hebt beroebeld. Ja, maar kijk. Je hebt beroebeld nog, kijk. Dat is ik nog aan het koken. We proberen al een half uur iemand te roepen om iets te drinken. En Ingrid, die haar gezicht dat begint dan zo te worden. De mensen naast ons, die maken van ons van de live. Die zijn constant aan het kijken naar ons tafel. En wat wij aan het eten zijn, echt zo'n staart. En als je dan terugstaart, dan kijken ze na een tijd weg. Ingrid vraagt hoe je in het Frans zegt, je hebt kijken en je hebt kijken kijken. Ik vond het heel lekker, vriendelijke mensen. Toffe buren. Alleen veel dorst gekregen. Waar is die camera? We dus buren die constant aan het staren waren. Ik heb eigenlijk daarnet een hele tijd naast in de andere kant, de andere hoek van de gsm gekeken, omdat ik dacht dat de camera daar stond. This is a lesson, boys and girls. Don't drink and vlog. Onze vlog wordt een mukbang, dus we gaan in een restaurant zitten, we zetten zo wat lichten op, een camera op een statief, en dan beginnen we te filmen als we aan het eten zijn, en dan zeggen we, kijk, we zijn hier voor de vlog van de mukbang, en dan hebben we elke avond een review van een restaurant. En misschien dat we dan wel een korting krijgen ofzo. En wie staat daar aan de voordeur te wachten? Ja, Laika! Wekko. Dat is wel mijn vlog, hè? Stop een keer met filmen. Als een hond klein was, hebben wij daar altijd zo mee gespeeld. En telkens als dan haar tanden iets of wat aan uw huid raakten, en hebben wij zo gestopt en zo heel hard zo, ah! Geschreeuwd. En dan dacht ik, nee, het is maar om te lachen. Oh, het is maar om te lachen. En dan wist je pup van, oh, nu heb ik iets verkeerd gedaan, dus dat mag ik niet meer doen. Dus nu kan die spelen zonder dat uw handen... Ziet, kijk. Zonder dat die pijn doet. Hier staat een eenzame terrasstoel. En waarom staat hij daar? Voor de spinnen op.
Kijk, ze gaan een stoel binnenhalen omdat ze bang zijn dat er spinnen op de stoelen zitten. Vers gemaakte guacamole, wat is dit hier? Zalmsla. Vers gemaakte zalmsla en ik eet vers gemaakte bucht. Aan de collega's die afgelopen week tijdens het feestje opmerkten dat ik niet in het huishouden help, kijk, ik ben mede lakens aan het ophangen. Goed hè? Doe hetzelfde trucje van Koen. Hoort je dat? Niet tof hè? Dus, wat doe ik? Ik pak een stukje schuurpapier, nogal 60. Zo. Kijk zo wat onder. Ik heb nog een gemakkelijkere techniek gevonden. Als je de deur toetrekt, dan komt dat stukje wat te goed is over een dorpel, waardoor je daar beter onderin kunt. Het nadeel van zo'n schuurpapier, ja, je moet er even moeite in steken en ik ben daar aan beu, dus ik heb maar wat hulp bij gehaald. Dat ga ik niet filmen als ik daarmee bezig ben, want dat is veel te gevaarlijk, dat filmen, en dat doe ik tegelijk. Geen gescheurde meer, zelfs als ik mijn gewicht op de deurkring zet. Het is zover. Ik sta hier klaar in mijn spiksplinternieuwe koerstenu, gesponsord door bouwbedrijf Kroes. Met dank aan mijn broer voor het mooie verjaardagscadeau. Mijn fiets is er ook klaar voor. Hier is hem. Daar 2 uur aan gekuist of zoiets. En ik heb ook mijn GPS. Dat is een oude GSM waar dat ik zo een plaatje op gemaakt heb. En dat plaatje, dat kan dan op de houder waar vroeger dat ding van Shimano op stond. Mijn GPS die gaat mij zeggen hoe hard mijn hart klopt. Tenminste, of het nog klopt. En hoe snel mijn pedaaltjes ronddraaien. Dankzij dit dingetje hier, wat ik op eBay gekocht heb. Een sensor voor de wielomwenteling en voor de pedaalslag te meten. Voilà, collega coureur. We gaan hem achterna. Het ziet er naar uit dat mijn apparatuur werkt, dus we kunnen vertrekken. Het is rechtdoor. Het eerste kruispunt waar ik uit mijn pedaaltjes moet worden gepasseerd. Dat is goed gelukt. Ik ben niet gevallen. Om te vertrekken heb ik 1 voet er terug in gedaan. En dan daarmee vertrokken en als ik bezig was, de 2e terug ingehaakt. Goed stoppen voor een vreed accident. Kijk, mijn smartphonehouder zit goed vast. Maar dat is de achterkant van de smartphone. En die is gewoon van zijn achterkant losgekomen. Ik sta hier met mijn fietsje te zeggen dat ik aan de kant moet gaan. En kijk hier, midden in een wielerwedstrijd terechtgekomen. Ik kan het toch niet geloven, hè? De eerste keer dat ik ga fietsen en ik kom hier midden in een wielerwedstrijd terecht. Die mannen scheren hier langs mij door. En nogthans, ik was aan het winnen. Doe me nou. Zo. Hier ben ik dan terug. 42 kilometer gefietst. Dat was toch zwaarder dan ik dacht zo voor de eerste keer. Wat hebben we geleerd? Ten eerste. GSM. Beter vastmaken op dat stuur hier. Allee, hij staat goed vast op het stuur, maar ik moet de achterkant van de GSM aan de GSM zelf vastplakken. Ik zal wat tape er rond doen of zo. 2. Drinkbus altijd een goede terugsteken. 1 drinkbus is trouwens genoeg voor 40 kilometer. Ik had er 2 bij en dat is allemaal onnodig gewicht. 3. Opletten als er een koers bezig is dat je niet per ongeluk tegen de koers inrijdt en zo bijna ongelukken doet. En 4. Ah, pijn aan mijn gat. Daar moet ik echt iets op vinden. Ofwel is dat zoals bij gitaarspelen, dat je vingertoppen aan een tijd eelt krijgen en dat dat beter wordt. Ofwel is dat niet zo. En dan is dat koersen toch niet voor mij. Maar echt waar, de laatste 5 kilometer, dat deed ongelooflijk pijn. Onderrug deed pijn. Daar kan ik misschien over opzoeken, ja, hoe je dat kunt verbeteren. Andere zithouding misschien. Maar vooral, je pijn aan je billen. De laatste 5 kilometer werd dat zo precies wat gevoelloos. Hoor. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. En voor de rest, qua cardio. Goeie training qua cardio. Maar ik denk dat mijn spieren ook nog niet mee kunnen, want de 5 laatste kilometer was echt wel afzien. Je zult dat zien als je op Strava gaat kijken. De laatste 5 kilometer was echt maar rijden gelijk in een bompa. Over en out.